Hoi, leuk dat je kijkt bij alweer de zevende video van dit hoofdstuk. In een vorige video heb ik op een gegeven moment een som herschreven, een vergelijking herschreven, omdat zo de getallen wat mooier uit zouden komen. Nou, helaas is het boek veel minder aardig dan ik was in die video. Is het de wiskunde daar in de werkelijke wereld nog wispelturiger. Dus het wordt tijd om ook wat sommen op te gaan lossen die wat minder lekker schrijven. Nou, we pakken als voorbeeld de som 2x tot de vierde min 13x kwadraat plus 20 is 0. En voor als je de eerdere theorie al gelezen hebt, som hebt gemaakt, dan zul je hierin het trucje zien van de substitutie met de letter u. Dat wil zeggen, we zeggen dat we de x'en gaan vervangen door u te gelijk te stellen aan x kwadraat. En als we zeggen dat u gelijk is aan x kwadraat, mogen we ook zeggen dat u kwadraat gelijk is aan x tot de vierde. En met deze kennis gaan we hier de boel vervangen. Dan krijgen we 2u kwadraat min 13u plus 20 is 0. Ja, en hoe gaan we dit nou doen met die u? Nou, het fijne is, ook al hebben we een substitutie toegepast, dan nog mogen we alle trucjes gebruiken die we kennen voor een tweede graadsvergelijking. En wat we hier hebben is inmiddels een tweede graadsvergelijking. Dus er mag met kwadraat afsplitsen, productsommethode, gelijke term wegdelen, alles mag. En in dit geval, en dat zijn een beetje alle sommen die je in dit deel van het boek zult tegenkomen, daar zul je op de ABC-formule uitkomen. Die werkt in dit geval het lekkerst, want je hebt overal wel een lastig getal staan op alle plekken. Dus gaan we doen. Nou, voor de geheugensteun even nog wat is de ABC-formule. De ABC-formule, nu, dat is, nou, je kunt x, in dit geval u, uitrekenen door te zeggen min b plus of min de wortel van de discriminant gedeeld door 2a. Daarbij geldt dat de discriminant gelijk is aan b in het kwadraat min 4ac. En die a, die b en die c, die corresponderen met de getallen in de vergelijking. Namelijk de a geeft aan het aantal u'tjes in het kwadraat die we hebben. De b geeft het aantal gewone u'tjes aan. En tenslotte c geeft nog even aan de eventuele constanten die we nog bij hebben. Dus die getallen gaan we invullen in de ABC-formule. En we beginnen met het berekenen van de discriminant. Dus we zeggen min 13 in het kwadraat. Min 4 keer a is 2, keer c is 20. Dat is de discriminant. Oftewel, de discriminant is min 13 in het kwadraat wordt 169. En 2 keer 20 is 40, keer 4, 160 eraf. Oftewel, de discriminant is 9. Gaan we verder met het uitrekenen van de ABC-formule. Dan zeggen we u is gelijk aan min b, oftewel min min 13 wordt 13. Plus of min de wortel van 9, dat is 3, gedeeld door 2 keer a, oftewel 4. Dat geeft u is 13 plus 3 gedeeld door 4, stel 16 gedeeld door 4 is 4. Of u is 13 min 3, dat geeft 10, gedeeld door 4 is 2,5. En nu we de u hebben gevonden, kunnen we weer teruggaan naar de x'en. En dan zeggen we dus dat 1x in kwadraat gelijk is aan 4. Of x kwadraat is gelijk aan 2,5. En nu moeten we worteltrekken gebruiken om nog aan de oplossing te komen. Nou, we hebben een even graad, dus we hebben plus en min de wortel. Dan krijgen we x is 2. Of x is min 2. Of x is min de wortel van 2,5. Of x is de wortel van 2,5. Deze twee getallen kunnen we nog eventueel vereenvoudigen, maar dat hoeft niet bij dit hoofdstuk. Dit hoef je niet te beheersen, dus dat laat ik voor deze som nog even in het midden. Ja, zo los je de som op. En eigenlijk wat je doet is, we hebben nieuwe sommen, namelijk sommen met de vierde graad. En om die toch op te kunnen lossen, kun je gewoon bij de, wanneer je de vergelijking hebt geschreven in termen van u,
kun je gewoon de AM7-formule gebruiken. Dat is eigenlijk de truc. Succes, ik zal daar een paar video's maken waarbij ik deze zondag een paar keer herhaal en dingen voordoen. Tot dan, doeg!